Doe mee met Charita. Vandaag gaan Tada en Toedoe fietsen. Het is mooi weer buiten. En ja, lekker droog, lekker warm. Dus ze pakken lekker de fiets. Ze gingen allebei hun vriendjes en vriendinnetjes ophalen. Want ze gingen weer met een hele groep kinderen fietsen. Ze gingen fietsen met z'n allen lekker. Met z'n allen lekker fietsen. Ze gingen natuurlijk wel allemaal goed opletten. En wat fijn was, er waren heel veel fietspaden. Dus alle kinderen konden gewoon op het fietspad fietsen. En ze gingen 2 aan 2 achter elkaar fietsen. En ze gingen gewoon langs allerlei mooie dingen fietsen. Ze keken naar rechts. Daar was het water. Het water met heel veel eendjes, ze zwaaiden allemaal naar de eendjes. Die waren in de sloot aan de rechterkant. Doei! En ze fietsten toen heel hard verder. En toen keken ze. Wit, rood, paars, geel, groen en noem maar op. En de bloempjes waren mooi. Ze waren prachtig. En ze roken lekker. Even ruiken allemaal. Oh, verrukkelijk. De mooie bloemen. En toen gingen ze allemaal weer verder fietsen. Heel hard met z'n allen. Wat waren de bloemen mooi. En wat was het leuk om de eendjes te zien. En ze gingen verder. Oh, ze moesten een berg op. Ze fietsten toen naar boven. Wow, ja. Met z'n allen heel hard omhoog. Want als je dan niet hard fietst, dan rol je zo weer naar beneden. Dus ze moesten allemaal heel hard naar boven fietsen. En trappen, 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 trappen. Tada en Toedoe, die waren voorop. En alle kinderen deden hun best. Toen waren ze bovenaan de top. Ze keken toen naar beneden. Oh, en het was prachtig. Ze zagen alleen maar prachtige dingen. Mooie stenen. En allemaal mooie hutjes. En allemaal mooie bomen. Ze zagen ook heel veel zand, maar mooi zand, het was prachtig zand. Dat konden ze allemaal zien vanaf de berg. Wow. Toen was het tijd om naar beneden te fietsen. En dan gingen ze allemaal. Wow. Ze reden naar beneden, maar iedereen keek gelukkig goed uit. En toen waren ze beneden. Keken ze weer naar rechts. En rechts zagen ze een hele, 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 hele mooie boerderij. Op die boerderij zagen ze heel veel koeien en heel veel schapen. Oh, het was prachtig.
heet op de boerderij? Ruikt het ook een beetje naar mest. En aan de linkerkant waren er paarden. Wat waren mooie paarden. Mooie grote, grote paarden. Prachtig gewoon. En toen fietsten zij weer allemaal verder. Ze vonden het allemaal prachtig. Oh, wat hebben ze mooie dingen gezien. Maar weet je, het fietsen maakte ze wel moe. Toen zijn ze allemaal eventjes toch maar gaan stoppen. Want ze zagen daar verderop, wat denken jullie? Een ijswinkel. Met heel veel lekkere ijsjes. En gelukkig hadden ze allemaal geld meegekregen van de grote mensen. Oh, ze hadden geld bij zich voor een ijsje. Dus alle kinderen, die zetten hun fiets neer en renden naar binnen. Allemaal. En toen ze binnen waren, gingen ze allemaal een ijsje kopen. Een groot ijsje, een klein ijsje, een waterijsje, een soft ijsje en een lekker ijsje gewoon. En ze gingen allemaal rustig zitten en hun ijsje eten. En toen waren ze klaar, hun buikjes waren vol. Toen was het klaar om weer naar huis te gaan. En ze renden naar buiten en ze wilden hun fiets pakken. Maar de fiets van Tada was weg. Waar was de fiets van Tada nou? Iedereen was helemaal geschrokken. Fiets van Tada weg. De fiets was gestolen. Nee, nee, nee. Oh, gelukkig kon ze achterop bij Tudu. En ze gingen snel fietsen met z'n allen. En kijken naar links. En ze keken naar rechts. En ze keken weer naar links. En ze keken weer naar rechts. Oh, ze keken alle kanten op. Waar was die fiets nou? Heel ver zagen ze iemand heel stiekem wegfietsen op de fiets van Tada. Alle kinderen werden boos. En ze gingen sneller fietsen. Hé, hey, stoppie! Stoppen! Stoppen! Die fiets is niet van jou. Breng je fiets terug. Die fiets moet terug. Stoppen! Stoppen! En ze gingen zo hard. Ze gingen zo hard. En de dief konden ze gelukkig inhalen. En ze gingen allemaal om de dief heen staan. En ze zeiden, geef nu die fiets terug. Anders bellen wij de politie. De dief was geschrokken. Hij gooide de fiets neer. En hij rende weg. Heel hard. En allemaal, ja, ga maar weg, ga weg, ga weg. En de fiets was gelukkig weer bij Tada. Ja, ga maar je zweet wegvegen. Want dat is ook wat, hè? Je fiets kwijt. Maar gelukkig is de fiets van Tada terecht. Fietsen, ja, met z'n allen. Met z'n allen weer lekker fietsen. En ze zagen weer eendjes in de sloot. En ze zagen weer bloemen, die lopen lekker. Ze gingen nog een keer over de berg en weer naar blij dat ze lekker hadden gefietst met z'n allen. En ze gingen elkaar gedag zeggen. En ze gingen allemaal hun fiets thuis heel goed op slot zetten. Want het is niet leuk als je fiets gestolen wordt. Dus let goed op je fiets en zet hem altijd goed op slot. Hey jongens en meisjes, dat was het voor vandaag. En ik hoop dat jullie snel buiten mogen fietsen. Doei doei! En tot de volgende keer. Doei!